allemaal. Het is alweer 3 dagen geleden sinds het eerste heel EPBeweegt Sportjournaal. Met vandaag een terugblik van de activiteiten in het weekend, meer informatie over het inloopspreekuur sport, een interview met de winnaar van de Sportprijs 2019 van de gemeente Epe en we maken de winnaar bekend van de like- en deelactie van 4 september. Ik ga zo een keer nog even verder. Dus als je dan een ballon raakt waar zo'n lummetje in zit, dan kan je daar straks iets winnen. Oh, is het gaat, hè? Welk nummer? Welk kaartje? 406. Dat is deze. Bij ons, heel Epeweeg, kan je terecht voor al jouw sportvragen. Heb je ergens ondersteuning bij nodig? Of ben jij benieuwd welke sport bij jou past? Kom dan bij het inloopspreekuur. Wanneer en welke tijden kan je zien op de flyer, in de krant of volg ons op social media? Hallo, ik ben Eva. Voor dit sportjournaal zijn we naar de buurtwinkel aan de Klimtuin 54 in Epe geweest. Daar werkt Erik van Loenen. Hij heeft ons de winkel laten zien. En gelukkig mochten we hem ook een aantal vragen stellen over zijn sportprestatie. Ja. Volgens mij sta ik hier bij een van de meest legendarische Fasenaren die er hier in Vaas te vinden is. Ja. Wie ben jij? Wie ik ben? Ik ben Erik van Loenen uit Vaasen. Ik ben 33 jaar. En ik heb altijd naar mijn zin. Je doet altijd naar je zin? Ja. Dat is goed om te horen. Hey, en ik heb ook gehoord dat je iets qua sport doet. Ja, klopt. Wat doe je qua sport? Qua sport doe ik met gymnastiek turnen. Gymnastiek en turnen. Want jij hebt natuurlijk in het verleden heb je al eerder een tv-optreden gehad. Ja, klopt. Je hebt ook een unieke prestatie geleverd op het gebied van sport. Ja. Wat is dat dan precies? In turnen gymnastiek heb ik medailles in de wacht gesleept. Ja? Medailles? Medailles, gouden medailles, zilveren medailles, bronsmedailles. Ja? En ik ben eigenlijk ook naar China geweest. Naar China? China, Shanghai, Italië, Rome. Maar je bent gewoon dus naar de andere kant van de wereld gevlogen om daar te gaan turnen. Ja. Wat een gaaf prestatie is dat. Ja. Hey Erik, je hebt ook wat verteld over prijzen die je hebt gewonnen. Blijf wel goed zitten, hè? Ja. Waar heb je die prijs allemaal gewonnen? De prijzen waar ik gewonnen heb is eigenlijk om je betere prestaties te leveren. Ja. En je hoeft niet te winnen en te verliezen, dat is erbij gezegd. Dus eigenlijk door een organisatie van de Special Olympics. Ja. In Nederland heb je een nationale Special Olympics meegedaan. En daar heb ik dus
ook heel veel medailles opgewonnen in heel Nederland. Regionale wedstrijden meegedaan. En daarbij internationale wedstrijden gedaan. Dus je hebt internationale en nationale wedstrijden heb jij gedaan. En je hebt voor alles heb je medailles gewonnen voor een betere prestatie. Voor een betere prestatie, ja. Klasse man, klopt. Dat is netjes. Ja. En ik heb ook gehoord dat jij bij een vereniging zit hier in de gemeente. Ja, klopt. Welke vereniging zit jij? Ik zit bij de vereniging Agios Vaassen. Agios Vaassen, wat is dat voor vereniging? Het is een vereniging uit Vaassen. Ja. Daar zitten ook mensen met een beperking die kunnen sporten. Maar je sport is bij Agios? Ja. En hoe vaak in de week doe je dat? Dat doe ik bijna elke donderdagavond, één keer in de week. Dat train ik en ik vaak bij mijn ouders. Vanuit daar kan ik op de fiets naar de locatie in Vaassen waar ik dus train. Ja, dan is mijn broer mee, die gaat dan voetballen bij KSVO in Vaassen. Ja. Wat vind jij zo leuk eigenlijk aan het sporten bij Agios? Het sporten is mijn lust in mijn leven en leven de toekomst. Iedereen die gaat gewoon zijn eigen dingen doen en ik ook. Dus ja, ik zie er wel de voordelen in. Positieve dingen vooral. Wat voor positieve dingen zie je dan? Dat meer mensen heel even in beweging gaan lukken en heel Nederland in beweging. Heel even beweegt? Ja. Wat bedoel je? Heel Nederland beweegt. Heel Nederland beweegt? Ja. Dus eigenlijk zou iedereen gewoon moeten sporten volgens jou? Ja. Oké. Hey, en dan nog een ander vraagje. Ja. Wat nou als je nooit meer kon sporten? Dan zou ik er liefst gewoon door mee willen gaan. In de sportwereld. Gewoon toch doorgaan? Ja, toch gewoon doorgaan. Gewoon niet stoppen, opgeven. Altijd doorgaan. Ja. Kijk, daar motiveer je mensen dat is mee. Speel is. En ik ben een buurtsportcoach hier. En ik ben sinds een jaar ben ik ook aangesteld om de buurtsportcoach te zijn voor mensen met een vorm van een beperking. We zijn hier bij de allereerste informatiebijeenkomst van Racer. Ik heb dit gedaan samen met Katrien. En Katrien zit daar. Ik ben Katrien. Katrien zit tegen de hand omhoog. En Katrien is de trainer. Die is de bedoeling dat hij uiteindelijk de lessen gaat verzorgen. En om een goede clinic neer te zetten, hebben wij iemand uitgenodigd van Racerun in Nederland. En dat is Henriette. En die gaat zo het een en ander vertellen. Omdat racerunnen een superleuke sport is om te doen. Je wordt er moe van. Je kan het overal doen. Je kan het doen met je vader, je moeder, je vriend, je vriendin. Mensen met een beperking, mensen zonder beperking. Daarom willen we het liefst dat het gewoon bij gewone atletiekclubs als sport wordt. Naar al die prijzen kijken daar. Ja. Nou, er zijn heel veel evenementen waar je met een racerunner aan mee kan doen en waar je ook medailles en prijzen kan winnen. Yay! Yay! Nederlandse atleten naar het buitenland gaan. Dan racerunning is hardlopen op wielen, met wielen. Trainen met wielen, spelen met wielen. Je bent vooral lekker aan het rennen. 7 november is voor de hele atletiekvereniging, het maakt niet uit welk sport je doet, is er een najaarsloop. En hoe tof zou het zijn als wij hier binnenkort beginnen met trainen. En dat wij daar gaan trainen met als doel om mee te gaan doen aan die najaarsloop waar iedereen aan meedoet. Ja, even kijken. Lekker banden. Ja, goed, dat weet ik ook niet, maar dat was toen een beetje het... ...mee kunnen krijgen, of dit ook kan. Goed zo. Oeh, ging net goed. Gaat net... Niet. Dat is knap, hè. De allereerste keer dat goed, man. Ja. Het is voor mij even wennen. Ja. Niet forceren. Gewoon rustig aan. Nee, rustig aan over dit. Twee rondjes gedaan, vriend. Nee, ging super hard. Ja. Wat in het begin. Maar ik ben gewoon. Heb je een rondje gedaan, man? Nee, ik heb een flipje gelopen gewoon. Ja. Maar je loopt automatisch sneller dan normaal. Ja, ik klopt. Sigrid, ook mee? Ja. Kan nog een beetje. Alleen deze baan. Kijk. Nou, dat is gewoon een
Dan heb je misschien 5 keer gehad. Maar nu heb je geen tijd bij gehad. Dat is ook wel leuk als je dat een beetje. En ik denk die tijdwedstrijd. Voorafgaande aan de Nationale Sportweek hebben we een leuke winactie uitgezet. Deze winactie is ruim 9000 keer bekeken. Top bezig! Nu gaan we de winnaar bekendmaken. Tom, wil jij een balletje graaien? Dat ga ik zeker doen. En weet, de winnaar wint kaartjes voor 2 personen bij Burnside Cable Park, inclusief materiaal. Ik heb hier de winnaar, Larissa, en de winnaar is Lotte van Voorst. Lotte, wij nemen contact met jou op. En gefeliciteerd!